staan op de Haagse Markt in Den Haag. Samen met het team gaan we ervoor zorgen dat we een stad hebben met vertegenwoordiging in het bestuur die opkomt voor de belangen van alle Hagenaars. Stay tuned. Denk is de kampioen als het gaat om het indienen en aangenomen krijgen van moties tegen discriminatie en racisme. En van Denk weet u dat wij het initiatief hebben genomen om excuses aan te bieden voor het Amsterdamse slavernijverleden. En hiermee zullen wij doorgaan na 16 maart. We zijn nu lekker in mijn stadje in Rotterdam. En daar lopen we mee met het fantastische team onder leiding van Fauzi. Die natuurlijk een enorm goed resultaat gaan neerzetten bij de verkiezingen. 4 jaar geleden schreven wij geschiedenis in Rotterdam. Ja. Vandaag zijn we bezig met de landelijke kick-off. Nu is het weer tijd om te kiezen voor een eerlijke en inclusieve Rotterdam. Op 14, 15 en 16 maart moet je naar de stembus gaan en op Denk stemmen. Ik stem Denk! Het genoegen om met superveel mensen aanwezig te zijn bij de kick-off van Denk Den Haag. En dan hebben alle aanwezigen een hele mooie boodschap voor de kijkers. Stem Denk! We hebben er heel veel zin in. Campagneteam bij elkaar. We gaan straks beginnen. Stem 16 maart op Denk. Wij gaan voor een divers winkelbeleid. Ruime openingstijden, zondag open. Daar staan wij voor en daar gaan wij voor. Ook vinden we dat er betaalbare huur- en koopwoningen moeten komen. Stem daarom op 14, 15 en 16 maart op Denk Veenendaal. Ik ben Ahmed Kaya, lijsttrekker van Denk Deventer. Denkend aan Deventer, stem Denk. Denkzaanstad staat voor meer betaalbare woningen, voor het tegengaan van de dubbele maat en het wegzetten van groeperingen en wijken krijgen de aankomende tijd meer aandacht. Beste Amersfoorters, we hebben ons de afgelopen 4 jaar keihard ingezet voor onze stad. We hebben onze stad socialer, eerlijker en rechtvaardiger gemaakt. Stem! 14, 15 en 16 maart op Denkzaanstad. Ik zeg Denk voor iedereen! Achter mij heb ik een aantal vrijwilligers en kandidaten staan en zij hebben een boodschap voor jullie. Wat doen wij op 14, 15 en 16 maart? Stem Denk! Voor iedereen! Alles gaat stemmen op Denk, want ze denken. Beste mensen, het is officieel. Vandaag Denk Eindhoven is met hun campagne gestart. Mijn naam is Sinem Özçelik. Lijsttrekker voor Denk in Venlo. Wij gaan met knallen knallen. De komende tijd gaan we overal de straat op. En we gaan onder andere strijden voor meer en betaalbaardere woningen. Ga op 14, 15 en 16 maart naar de Dispus en de Stembureau. En stem op Denk. Denk voor iedereen. Net als in alle andere steden zijn wij vandaag in Dordrecht de straat op gegaan. Wij staan op dit moment op het Adelaarsplein, in het hart van de Veluwe, in Apeldoorn. Beste Utrechters, vandaag staan we hier in het hart van Utrecht, op de Moskeeplein op de Kanaalstraat. Vanaf vandaag zijn wij dagelijks zichtbaar in de Dordtse wijken. Wij willen de komende 4 jaar jouw stem nog luider, nog duidelijker gaan vertegenwoordigen in de Utrechtse gemeenteraad. En wij staan hier om aan te kondigen dat Denk in Apeldoorn gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022. Stem daarom op 14, 15 en 16 maart op Denk in Utrecht. Wil je ons ondersteunen? Meld je aan bij het campagneteam. Wil jij ook een eerlijker en rechtvaardiger Apeldoorn? Dan zeggen wij, stem Denk! Yeah!